Want eerst is het tijd voor het gesprek van de dag. En het onderwerp van de Game Changer zit hier tussen. Okay. Kleine knipoog alvast. Dus een van de kut onderwerpen, dat kan zomaar de Game Changer gaan zijn. Precies. Okay. Dit zijn de onderwerpen van vandaag. Van 1 tot en met 6 is dat Israël, Forum en Van Haga, eindexamens, Eurovisie Songfestival, kabinetsformatie en Ramadan / suikerfeest. Dominic, jij hebt een dobbelsteentje liggen. Jij mag dobbelen wat het gesprek van de dag vandaag wordt. 4. Eurovisie Songfestival! Oh. Nou ja, dat was al voorbestemd. Hè, toen Anouk met Beurt net een ding in de top 40 transstanden voorkwam. De hele tijd al, hè? Ja, het is ongelooflijk. Ja, het is een ding. Maar, een Songfestival komt eraan. Volgende week zaterdag is de grote finale. En aankomende week zijn de halve finales natuurlijk. Ja. In Rotterdam. Ja, hoe vinden jullie dat in Nederland is? Ik vind het een beetje triest eigenlijk nu met corona en zo. Ja, al mag er wel publiek bij zijn, maar dan nog is het wel een beetje... ook niet iedereen. Nee. Nou, ik vind vooral ook die kaartverkoop van die mensen die er al jaren altijd bij zijn. En als je nu een kaartje wil hebben, dat het gewoon... Ja, maar ze zijn wel echt pokkenduur altijd, hè, die kaartjes. Ja, maar nu is het echt pokkenduur. Ja. Nou ja, het is natuurlijk... Het is gewoon een beetje jammer. En sowieso, omdat het eigenlijk vorig jaar had moeten zijn. Het is gewoon net nu Nederland is het gewoon net niet eigenlijk. Het is niet aansluitend op het voorgaande jaar dat je er echt naartoe leeft en zo. Ja, op een gegeven moment werd gek. Het abrupt afgebroken. Ja. En ik vind ook dan, als we dan toch erover hebben, de inzending van Nederland vind ik dan dit jaar ook alweer een beetje. Ik denk van... Oh. Jezus, daar gaan we echt niks mee doen, hè? Nee, precies. Misschien dat we het record van Treble wel gaan verbreken. Nou, misschien is het daarom ook gewoon goed dat wij dan automatisch in de, wat is het, halve finale staan? Finales. In de finale? Ja. We hebben natuurlijk heel veel mensen die alvast hun verwachtingen en hun top 10 lijstje online zetten. En ik heb er al best wel wat van voorbij zien komen, van echt van die liefhebbers daarvan. En ik zie gewoon nergens Nederland naar voren komen. Helemaal nergens. Nee. Dat nummer over broccoli, dat doet het ook gewoon niet, volgens mij. Nee. Ja. Ik weet niet, misschien ligt het aan mij, maar ik hoor hem ook nooit ergens. Nee, ja, op Radio 2, maar ja. Dat... Ja, dan noem je ook dat. Ja. Ja. Ja, met broccoli's en natuurlijk, met bloemkooloren en nou, zo. Het is het gewoon dit jaar net niet. Net als vorig jaar was het ook net niet. Nee. En, ja, nee, ik las wel van de week op nu.nl zonder een berichtje over een songfestival. En soms dan vergrijp ik mezelf eraan om toch even die nu jij reacties te gaan lezen. Ja. Die eigenlijk hem niet willen, dat is alleen maar haat. Ja. Maar er stond één reactie tussen, dat vond ik eigenlijk wel treffend. Er was een vrouw en die zei dat ze echt helemaal fan is van het songfestival. En dat ze helemaal blij was dat het nu eindelijk na al die jaren een keer in Nederland plaatsvindt, zeg maar. Maar zij mag daar niet naartoe, want ze is longpatiënt. Oh ja, dat is natuurlijk waar. En mensen die kwetsbaar zijn, die kunnen niet daar naartoe gaan. Nee, ook wel weer sneu. Ja, dat is heel... Begrijpelijk, maar... Ja. Ja, het is echt een beetje een negatief gesprek. En je hebt van die mensen die daar echt super positief over zijn. En ik snap het ook wel als je dat mee organiseert of wat je ook doet. Kom op, het is toch gewoon een zielige bedoeling. Maar is het wel een wezenlijk verschil tussen het leuk vinden dat het dan zeg maar in Nederland is en een echte songfestival liefhebber zijn? Want als je een songfestival liefhebber bent, dan is er van alles mis natuurlijk. Maar eigenlijk zat ons grote feest in 2019 toen we wonnen. Ja. En dat is voor de kijkers eigenlijk. Maar als je echt een liefhebber bent, dan is het wel echt een klote. Ja, wat songfestival betreft. Ja. Ja. Sneu. Maar ja, voor ons zat het pretje in 2019 toen Duncan Lawrence won eigenlijk. Dus Hey, maar over gesprek van de dag gesproken. Want er was nog meer songfestival nieuws deze week groot in het nieuws. Namelijk rondom Ilse de Lange. Ik weet niet of jullie het een beetje hebben meegekregen, maar zij zat afgelopen dinsdag in de college tour. En toen liet zij weten dat zij helemaal niet benaderd was door de organisatie van het Songfestival om dit jaar iets te gaan doen. Mm-hmm. En dat ze dat heel ongepast vond. En omdat zij dus in 2014 tweede is geworden samen met Waylon. En omdat zij de mentor was van Duncan Lawrence, waarmee het Songfestival dus eigenlijk naar Nederland is gekomen. Mm-hmm. En zij heeft helemaal geen rol gekregen, helemaal niks is haar gevraagd. Nee. En dat vond ze niet kunnen. Nee. Wat vinden jullie ervan? Wat ik daarvan vind, ik vind dat begrijpelijk ergens. Ik vind dat als je het heel erg specifiek gaat bekijken, kan het natuurlijk niet. Maar het Songfestival is een show, één grote show. En eigenlijk, als ik het heel makkelijk mag zeggen, is het... wat je ziet is eigenlijk gewoon wat je krijgt, wat je verwacht. Nou. Het is één grote show, grote acts, liedjes die net wat over de top zijn en zo. En Ilse de Lange is dan misschien tweede geworden. En is dan misschien de mentor geweest van Duncan Lawrence. Want het is en lang geleden en achter de schermen gebeurd.
Dus voor de rest van de wereld heeft dat eigenlijk niet zo heel veel nut. Dus als dan een artiest die inderdaad wel een podium heeft gekregen de afgelopen jaren wel iets mag doen, dan vind ik dat begrijpelijker dan uit een soort van goodwill Ilse de Lange daar neer te zetten. Nou, precies, dat was een beetje dubio waar ik in zat. Want ik zat in eerste instantie die aflevering van College Tour terug te kijken. En toen begreep ik haar helemaal. Ja. Hoe kun je haar nou niks vragen? Ja. Je moet er op zijn minst haar erbij betrekken. Maar ik ben er een beetje van teruggekomen. Want op een gegeven moment hoorde ik dus ook dat zij dus vorig jaar blijkbaar wat heeft gedaan, een optreden. Tijdens die digitale versie, was het niet officieel natuurlijk Songfestival, maar ze hebben vorig jaar wel iets gedaan. Ja. Daar heeft ze ook een rol in gehad. Ja, moet je haar dan nu weer een rol geven? Ja, dan ga je iemand een beetje uitmelken of zo. Ja, hè? Precies. Dan is het meer van omdat het moet, omdat het zo hoort. Ja. Maar plus, ik zat toevallig vandaag, volgens mij was het nog zelfs, straks te denken van ja, maar aan de ene kant vind ik het begrijpelijk inderdaad, als zij best wel een belangrijke rol voor Nederland heeft gehad in het Songfestival, dat zij misschien nu ook iets gaat doen als het in Nederland is. Maar aan de andere kant denk ik van ja, de vorige keer vond het plaats in Israël. Hoe hadden wij het gevonden als Israël alle oud-winnaars van de afgelopen jaren de revue had laten passeren? Dan hadden we ook geen zak aan gevonden. Bijvoorbeeld inderdaad de mentor van Netta was dat toen, hè? Ja. Dan op zou treden. Daar zouden wij als Nederland niks aan hebben. We kennen Netta van haar act. Precies. En daar en niet meer eigenlijk. Dat land zal ongetwijfeld weten welke artiesten erachter hebben gezeten. Maar het is voor de rest van de wereld niet relevant. Kijk, en precies daarom dacht ik van ja, eigenlijk, ik snap Ilse, maar ja, het hoeft ook niet per se. Nee. Oké. Okay. Nou. Dan zijn we het daarover eens. Heb jij nog iets te melden? Nee. Ga je het kijken. Dinsdag zijn de voorrondes. En dan hebben heel veel landen zichzelf al ingekocht. Die ga je dan niet meer zien. Of wel? Jawel, hè. Maar dan uiteindelijk een heel klein stukje. Oh, ja. Ik weet niet of ik ga kijken als ik er zin in heb. Zaterdag de grande finales. Ik ben wel benieuwd. Ik ga het misschien wel even een klein stukje kijken. Maar ik ben niet echt een groot fan van het Songfestival. Ik ga denk ik wel kijken een stukje. Maar dan puur alleen om te kijken hoe Nederland het aanpakt. En natuurlijk vanwege Lordi. Ja, nou, ja, dat wil ik wel even zien. Want die treden op het dak van de Maasilo zijn het. Lekker toch? Ja. Nou goed, we gaan het de komende dagen allemaal zien. Ik vind het mooi. Ik heb zin om te dansen. Ik ook. Op een hele oude. Oh. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Leuk. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, in de